Mijn allerbeste vrienden, overal vandaan. Jammer. Wie spode? Tikke brasa. Brasa is refi. Brasa is familie. Maar pas op. Abo ma brasa na brasa toe. Dus jelu kusa jelu. En, zeg je piking. Wie spede? Wie na wie piking? Dat moet u weten. Alle kinderen zijn onze kinderen. Dus alle piking na wie piking. Beste vrienden. Wat man ben dena in Sernang. Man ben ook aan een woyo. Abe abo een soort fiets. Na taba fiets abe abo een bak. Dus op die fiets zat er een bak. Grote zwarte fiets, man. Ken die fiets nog, man? En deze man had een prachtige stem. Maar behalve dat het was een goed uitziende, stevige blakke man. En hij had een brand. Dat brand, man. Een manier voor zeer Assanisa Abesiri. Hij verkocht krakeling. En wellicht had hij niet de lekkerste krakeling van heel Suriname. Maar het was een eerzaam beroep, het maken van krakeling. En als jij een krakeling van deze man kocht, dan had je echt een krakeling. Je begrijpt wat ik bedoel. Deze man, die zong op de markt een lied waarmee hij alle vogeltjes aantrok. Dus alle vogeltjes bij Konama. En dan met die vogeltjes bedoel ik de prachtige Surinaamse vrouwen met hun man, met hun hele bagassie. Die bij knapoe en die bij baie krakeling voor een man die zie. Ik weet niet eens meer hoe die man heet. Ik weet alleen dat die man krakeling verkocht. En hoe komt het dat ik het weet? Ik ga u zeggen. Krakeling. Ting-a-ling-a-ling, wat een lekker ding. Ting-a-ling-a-ling, koop mij krakeling. Ting-a-ling-a-ling. En terwijl hij zong, kwam al die vogeltjes aangevlogen bij zijn krakelingwagen. En ze kochten die krakeling vanwege de man zelf, maar ook vanwege die krakeling. Geweldig was dat, hè? Maar al dat soort mooie dingen, die zijn kwijtgeraakt. Hè? Want tegenwoordig moeten mensen op televisie komen en een clip maken waarbij ze hun benen openmaken, zodat de hele wereld kan zien hoe lelijk dat ding wel niet is. Beste vrienden, waar gaat het in het leven om? Het gaat om de waarden die we kunnen doorgeven aan onze kinderen. Toen ik dit liedje hoorde, was ik 7 of 8 jaar en ik ging ook met mijn moeder naar de markt. En als zij niet werd aangetrokken door die krakeling, ik wel, want ik lustte wel een krakeling. Dus ik trok er zo aan de rok. Mama, krakeling, krakeling, krakeling. En dan kreeg ik een krakeling en ik ben tevreden. En kijk hoe lang het geleden is en ik vertel het verhaal. Nog, daarom is het belangrijk dat we in dit archief van ons, onze orale historie, bewaren. Het zijn liederen die doorgezongen worden en die een echte betekenis hebben in het leven, in ons leven. Belangrijk dat we al dit soort dingen doorgeven aan de kinderen. Behalve dit lied zijn er natuurlijk ook een aantal andere liedjes die gezongen werden. En vaak met een dubbele betekenis. Of vaak een gewone heftige boodschap die doorgegeven moest worden van de ene persoon naar de andere persoon. Of van het ene dorp, de ene plantage naar de andere plantage. Zo snel dat het in de stad aankomt. Payacito no bromiso, no bromiso, no bromiso. Ajing masayang chekirisu ma piking. Payacito no bromiso, no bromiso, no bromiso. Ajing masayang chekirisu ma piking. Beste vrienden, voor wie de betekenis weet, wat er gezegd wordt in dit lied,
is verschrikkelijk. Ik laat het dus aan u over om aan onze diaspora vrienden en familie aangetrouwd te vertellen wat er gezongen wordt in dat lied. Mijn beste vrienden. En zo heb je nog een aantal. Wat denkt u van Basia Fong, Mitaki Fong, na windje Miki, mi hati bron, Basia Fong, Mitaki Fong, na windje mi hati bron. Beste vrienden, wat een ellende. Dus omdat die vrouw, die had geen stem, ze had niks. Hoezo had ze stem? Ze was het bezit van de meester. En wilde op die dag, of kon op die dag, de meester niet toestaan dat hij zijn lusten zou botvieren. En daarom werd ze vastgebonden en afgetakeld door een basja, die opzichter. En de familie werd rondomheen verzameld om te kijken hoe zij de zweep kreeg. Basia Fong, Mitaki Fong, nou eentje Miki, Miati Bron. Basia Fong, Mitaki Fong, nou eentje Miati Bron. En daarna op de verte hoorde je nog iets anders. En dat was die vrouw die door anderen werd bezongen. Memre yukari mi, you sweet lobby, you mooie ba, anakaba. Memre kari mi, you sweet lobby, you mooie ba, anakaba. Ai, basia fong, mitaki fong, na weke meki, mi ati brong. Ai, basia fong. Beste vrienden, ach, in deze dag, op deze middag, die bijna grenst aan 1 juli, denk ik terug aan heel veel. Jazeker. En al die boodschappen die we gekregen hebben, de verhalen, die orale traditie, waarvan het lied is ook een stukje van de orale traditie, al die verhalen hebben niet gemaakt dat we als blanke man wakker zijn geworden. Nee, we hebben ons continu laten uitbuiten en hebben elkaar uitgebuit. En zijn nog niet genezen van de trauma's en de frustraties en de ellende die we hebben meegenomen in de tijd. Dat moet veranderen. Dat moet veranderen, beste vrienden. We kunnen ons blijven beroepen op het slavernijverleden. Maar het slavernijverleden is verleden. Dat nu trauma's en frustraties nog deel zijn van ons bestaan, dat is bekend. Maar ook daar moeten we van af. Maar we moeten ons wel bewust zijn dat we er van af moeten om ze kwijt te raken en ze weg te gooien. Want ze zijn niet bij iedereen zichtbaar. Ze zijn er wel op de achtergrond. En hoe langer de tijd voortschrijdt, hoe minder last we ervan hebben. Want wat we gedaan hebben met z'n allen, we zijn er bovenop gaan staan. Dat is het. Hier ben ik. Ik kijk in de spiegel en ik bepaal mijn toekomst. Jazeker, beste vrienden. Dat is dat ding. Krakeling. Tingelingeling, zo'n lekker ding. Dus beste vrienden, Divi, serie krakeling. Want deze krakeling man had eigenlijk miljonair kunnen worden. Als hij geleefd had in de tijd van nu. Maar die boodschap die hij doorgeeft aan u is dat u ook uw krakeling kan verkopen. Hoe dat ding er ook uitziet. Dus de krakeling is eigenlijk gewoon een symbool voor iets wat u doet en u kunt verkopen. If no one sue you, make it there, make one sue.
If na brede je bakka je bakka brede. Maar pas ervoor op dat je steeds die schoen gaat kopen die iemand anders heeft gemaakt. En dat brood gaat kopen dat iemand anders heeft gemaakt. Omdat je te lui, te soedemieter bent om zelf je brood te maken. Maar beste vrienden, Paramaribo groet u. Suriname Unite, Devi rustig.